Nu ga ik kijken, kan ik hem zijwaarts vragen? Terwijl ik in de ruiterspositie blijf. Ja, de hoogte van de schoft of net erachter. Ja, de ruiterpositie is natuurlijk ongeveer hier. Nu ga ik hem zijwaarts vragen. Kijk uit, voorwaarts. Goed zo, super. Ja, en nu ga ik kijken, kan ik zelf voor de tonnen blijven staan. Terwijl hij zijwaarts gaat. Super, nou, niet voorwaarts, niet voorwaarts. Dus nu moet ik hem even helpen. Dus even het hoofd iets meer. En dan pak ik die pion erbij. De pion is mijn focuspunt. En bingo. Kijk straks in je zadel ook, als je je paard zijwaarts wil rijden, wil je druk aan één kant geven met het been en dan wil je dat hij zijwaarts gaat en niet harder gaat. Dat is eigenlijk wat ik moet zeggen, want je wil het voorwaarts houden dat je hebt. Ja. Nu ga ik hem zijwaarts vragen, zie je? En hij gaat zijwaarts terwijl hij blijft stappen. Nou, dat is wat ik wil. Hè. Dus ik hoef hem niet tegen te houden. Ik hoef eigenlijk alleen maar druk aan één kant te geven. Ja, nu ga ik van de achterkant zien. Ik zijwaarts, zijwaarts, super, goed zo. En weer voort. Dus dan zie je dat hij mooi zijwaarts gaat zonder dat hij harder gaat. Dan gaan we kijken, kunnen we datzelfde ook in de draf doen. Ja? Dus ik haal even iets dichterbij. Dan zeg ik oké, gaan we draven. Ja? Draven. En dan ga ik kijken, kan ik in de draf hem zijwaarts vragen? Dan komt hij, zijwaarts. Super, hè? Je zag, hij viel even in de stap. En dan geef ik een klein commandotje en dan gaat hij weer draven. Ik haal hem weer iets dichterbij. En hier heb je dus ook, hoe dichterbij je hem haalt, hoe makkelijker het wordt. Hoe verder af, hoe moeilijker. Ja? Dus nu ga ik het van achter laten zien. Dan zeg ik, oké, ga maar uit naar opzij.